Thuiswerkseminar nummer 10. Het is de één na laatste editie van deze thuiswerkseminars. Morgen is de allerlaatste editie met twee bonuspakketjes, uh, Maar vandaag is de laatste in de serie zoals we die nu doen. En volgende week hebben we een verrassing. Hebben we weer wat nieuws. Want we zitten hier niet stil. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag luisteren naar de allerbeste leiderschapscoach ter wereld. Marshall Goldsmith. Hij is in nou van de allerduurste leiderschapscoach ter wereld. Volgens mij kost coachen door Marshall Goldsmith ongeveer een ton per jaar. Maar hij zit hier gratis in dit thuiswerkseminar. Zeg Marshall is een hele rare vent. We hebben hem nu al vier keer volgens mij op het podium gehad. Hij is fantastisch. Hij, hij ziet eruit als Paulus de Boskebouter, uh, maar hij strooit met wijsheden. Hij lacht heel hard om zijn eigen grappen. Daar moet je even aan wennen. Maar het is echt een slimme en aangenaam confronterende docent. Wat je ziet hier in dit thuiswerkseminar, uh, dat gaat over leiderschap, leiding geven aan jezelf, leiding geven aan anderen in deze lastige situatie. Je ziet de integrale talk die Marshall Goldsmith deed uh, als voorprogramma van Barack Obama. Hij zat echt letterlijk voor, dus eerst kwam Goldsmith, daarna kwam Obama uh, in 2018. En je ziet een filmpje dat hij net heeft gepost met drie vragen die je zelf moet stellen als leider in de huidige uh, crisissituatie. Waar moet je je prioriteiten stellen? Waar moet je je echt druk om maken? En waarover ook vooral niet? Marshall Goldsmith, ja, ik vind het een tractatie. Het is zo'n bijzondere persoon. Uh, geniet ervan. En morgen komen we terug met deel 11, oftewel het bonusdeel van de thuiswerkseminars. Tot morgen.